Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video. Ik zit hier weer eens met mijn ochtendhoofd. Dus sorry hiervoor, maar waarom ik hier zit met mijn ochtendhoofd is eigenlijk omdat ik heel graag zo vroeg mogelijk de video op YouTube wil plaatsen. Zometeen ga ik ook nog eens naar mijn pony gaan. Er zijn namelijk nieuwe paarden. Dus kom eens kijken. Mijn gsm ligt dus in de living of in de woonkamer. Maar goed, er zijn dus nieuwe paarden uitgekomen. Al 5 nieuwe wilde paarden. Dus hier zie je het nog eens. Dus de Amber Mane. En ook een Yorvik Old paard. Nu het... Oh, nee. Dus ik ben nu hier, want ik heb getraind gisteren. Maar goed, ik heb dus niet genoeg starcoins om 2 paarden te kopen. Want de paarden zijn al bijna 1000 starcoins. En dat is best veel. Dus wat we gaan doen om het extra speciaal te maken. Wij gaan namelijk naar... eens even kijken hoor. Naar het Wilde Woud. Oftewel ook gekend als Wildwood. We gaan een paard daar kopen, omdat ik dat dan toch iets meer specialer vind. En de volgende keer kopen we dan Amber Mane. Die blijft wel maar tot eind 2020. En die gaan we ook zo meteen bekijken. Ik heb nog geen Yorvik Wild paard trouwens. Oké, ik ga eens kijken hoor. Hoe heet dat nu weer? Zuidroef, Vergeten Velden. Veeldeels. Dormgarden, is het dat? Ja, ik heb echt geen idee hoe dat het heet. Ik weet het niet van buiten. Ik weet de namen alleen in het Engels meestal. En hoe dat komt, vraag het niet aan mij. Ik zelf weet het ook niet. Oké, dat is het duidelijk niet. Oké, eens kijken. Burgs boerderij kan het niet zijn. Steve, door Burg of door Field of een andere boerderij. Tunnel voor het punt daar is het gewoon bladzijde. Ah, Sequoia Plateau, dat was het. Ik wist dat het een moeilijke naam was, maar sommige namen van Ipona ken ik trouwens nog niet, maar van het Wilde Woud eigenlijk ook niet. Maar wat ik nu ga doen is, ik ga dus die nieuwe paarden kopen. Ik ga wel eerst kijken, waar kan je die eigenlijk vinden? Want ik heb nooit echt gekeken, volgens mij, was het hier? Nee, hier kan het niet zijn. Nu, ik ga gewoon eens even rondkijken, want ik weet dat ze hier ergens te koop staan. Alleen, ik heb nooit gekeken waar. Dat is een beetje mijn probleem. Volgens mij was dat hier. Oh ja, dat is heel duidelijk. Die staan dus hier. Ik vind ze persoonlijk allemaal best mooi. Alleen, ik kan niet goed kiezen. Ik wil heel graag die Amber Mane ook hebben. Alleen, ik vind deze dan toch wel iets meer speciaal. Ik ben eens aan het kijken. Ik vind deze nog wel leuk. Alleen, ik kan eigenlijk totaal niet kiezen. Deze lijkt een heel klein beetje op Meteor van Linda. Van een non-playing character. Ik heb eigenlijk echt geen idee hoeveel ik hiervoor ga... Ja, welke ik ga kopen? Waarschijnlijk deze. Ja, weet je, we gaan gewoon voor deze. Dit is ook een winterpaard, wat trouwens ook echt wel chill is. Oké, ik koop een paard. Kunnen we niet eens met een naam met een streep of zo doen? Iets met star. Heb je iets met zebra of zo? Want. Nee. Of gewoon wild. Wild hero? Is dat iets? Ja, we gaan daarvoor. Goed,
We hebben dus een paard gekocht. En die gaan we nu ophalen. En dan gaan we missies verder doen in het Wilde Woud. Anders is deze video wel heel erg kort. Goed, dus daar gaan we dan eerst naartoe. Om dan Wild Hero op te halen. Ja, ik weet mijn naam niet altijd van buiten. Ik ben trouwens op dit moment mijn Marwari aan het trainen, Ice Dancer. En ik moet er ongeveer nog. Dus zo te zien moet ik er nog. Dus samen met de Marwari moet ik er nog 1, 2. Wacht, gaat eventjes op level. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 uittrainen. Best veel. Oké, wacht. Ik ga even al dit even in de kast steken. Want ik heb namelijk ook een nieuwe outfit gekocht. En als ik die niet had gekocht, had ik wel twee paarden kunnen kopen eigenlijk. Maar ik wou toch liever eens iets nieuws aan. Want ik heb nog niet zoveel in mijn kast. Oepsie. Ik heb trouwens ook eens uitgerekend hoeveel geld ik aan Star Stable al heb uitgegeven. Allee, dat is samen met mijn papa natuurlijk. Die sponsort mij, dankjewel. En het is best veel, ik ga het niet zeggen. Maar jullie mogen eens raden, eens in de comments zeggen, raden hoeveel ik ongeveer al heb uitgegeven. Spannend. En de reden waarom ik dit niet zeg is eigenlijk om de simpele reden, omdat ik dat dan toch liever een soort van voor mezelf hou, toch? En nou ja, dus heb ik mijn broeken eigenlijk hier gezet? Ja, de derde rij. Ja, het moet allemaal kloppen bij mij. Want als het niet klopt bij mij, word ik helemaal gek. Oké, eens even kijken hoor. Even alles netjes zo plaatsen. Up. Oké. Dus uitrusting. Zadel moet hier. Ik heb het trouwens niet per set gesorteerd, want dat wordt. Ik deed dat eerst wel een soort van. Alleen dat werd gewoon echt een rommeltje. Dus heb ik dat gewoon zo gelaten. Dit moet dan hier. Dit ga ik dan hier. Nee, wacht. Dit. Huisdieren. Dit wordt namelijk beschouwd als een huisdier. Ik heb twee zo van die katten, want ik had ooit starcoins gekocht. Maar ik had die kat zeg maar al gekocht voordat ik die starcoins had gekocht. Dus het ding is nu wel dat ik die twee keer heb. Twee keer. Top. Deze voorwerpen hou ik trouwens altijd bij mij. Die zielscherven hou ik ook nog altijd bij mij. Eens kijken hoor. Oké. Nou, dat is makkelijk. Het zo snel gaat. Oké, meestal laat ik dan mijn paard hier even staan en ga ik meteen naar mijn nieuwe en zet ik de andere dan op de weide. Oh, wauw. Ik wou trouwens ook nog zo. Een van de vorige, van de eerste editie van deze paarden wou ik trouwens ook namelijk graag hebben. Het probleem is gewoon bij mij dat ik, nou ja, gewoon dat ik wou wachten tot de andere, zodat ik, nou ja. En kijk, ik kan liggen ook. Hoe cool is dat? Oh, en ik kan zitten. Wauw, cool. Echt, echt leuk dat hij dat kan, eigenlijk. Oké. Die paarden staan nu in de weide. En dan gaan we nu naar het Wilde Woud, naar het Sequoia Plateau. Als ik het juist heb, ben ik echt verrast.
Nou, paard is niet zo snel. Wel een gekke textuur eigenlijk. Gewoon hoe dat het eruit ziet. Maar vind het wel eigenlijk nog leuk gedaan op zich. Sequoia plateau. Ik had het juist. Nou ja. Oké, op zich vind ik het wel nog leuk gedaan. Ik bedoel, nou ja, de creativiteit die hierin zit, wel nog leuk. Oké, laten we hier wat missies doen. Eens kijken, hier was er volgens mij ergens één. Nee, toch niet. Dat is die kant. Ja, die kant was het. Upsie. Oké, help Rowan bij het opzetten van de buitenrijbaan. Ah, ik moet niks doen. Ik moet gewoon. Ik heb die missie speciaal eigenlijk zo gehouden, zodat ik daar dat ook nog kan filmen. Want het ontgrendelen zelf wat ik al doen eigenlijk. Omdat het. Nou ja, normaal was ik van plan om. Zeg maar. Om het ontgrendelen zelf te filmen. Alleen ik heb dat niet gedaan. Ik ben het niet vergeten. Maar ik was gewoon zo benieuwd naar het gebied dat ik gewoon dacht: ja, weet je, ik ga het gewoon doen. En dan hou ik de missies wel voor de volgende video. Oké, dus we mee aan rood springwedstrijd in de regen. Oh nee. Nou, we gaan het rustig aanpakken. Want ik heb verhalen gehoord dat het echt wel een vervelend parcours kan zijn. Oké. Moet je hier naartoe? En hier? Oh, sorry. Naar. Wow, nee. Oeps. Nee! Nee! Niet doen! Oké, ik moet opnieuw beginnen. Dus daarmee moet je wel dan oppassen. Oh, ben ik nu? Oeps. Niet zo. Oké, ja, niet zo simpel parcours. Ja, het is op zich simpel, alleen ik moet er echt nog aan wennen. Volgens mij is dat het probleem. Oké, wacht. Zo gaan we er rondrijden. Oké, dan gaan we zo hier. Alleen ik moet er echt nog aan wennen om dan zo de shortcuts of zo, of om scherpe bochten te maken. Dat ik dat wel doen. Oh, wacht, er belt hier iemand aan bij mij. Ik ben zo terug. Oké, ja, het was dus niks speciaals. Gewoon een pakketje volgens mij dat werd afgeleverd. Oké, top gedaan. Alleen mag de mist nu weg. Dat zou ik heel erg appreciëren. Maar goed, we gaan het even zo laten. En we gaan. Oké, dus kijken. Ontdek welke plannen Tira heeft. Nou, we gaan er heel snel doorgaan. Maar al te goed. Ja, we kennen James Cloud nog wel. Haal mee bij het opknappen van de boswachterspost op het Sequoia Plateau. Nou, we hebben hier zo'n takenbord. En dat is dan.
Wacht, kunnen we hier dan nog een speciale missie doen of zo? Nou, weet je, laten we dit hier nog eens proberen. Let's give it a shot. Ja, hier gaat het sowieso altijd misgaan. Omdat we hier eigenlijk te snel gaan en dan moeten we vertragen. Oh, top. Oh my god. Oh. Ik ben echt zo slecht. Hier ben ik echt niet goed in zo'n dingen. Alleen bij grotere parcours gaat dat wel. Ja, top. Goed. Heel goed bezig. Oh my god. Oh, niet om aan te zien. Oké, mijn paard is nu al level 2. Eens kijken, zijn er nog dingen die we eventueel moeten doen? Eens kijken. Noordelijke. Nee, we gaan dat dus niet doen. Een beetje sabotage in de oude Ridgecross. Poort per wolf. Cora. Waar is dat? Koeras verzoek. Oké, wacht, dat dit een. Nee. Silverglade-velden. Rijden met je ziel. We gaan anders naar daar, want die heb ik nog niet gedaan. Ik ga gewoon mijn thuisstal bellen en dan ga ik zo naar de druidenrijbak. Om dan die missie te doen. Want bij die missie, dat is zeg maar een reputatieding. En dan krijg je een gratis paard. Dus hoe cool is dat? Ik ga daar gewoon gelijk naartoe. Druïderijbak. Gewoon om de video ook een beetje lang genoeg te houden. Eens kijken hoor, waar is die? Aha, gevonden. Okay. Met je ziel. Also, volgens mij is dat wel die missie dat je. Oké, geen idee, ik ben het hier niet. Wow! Dat paard moet ik hebben. Waarschijnlijk de enige reputatiemissie die ik ga doen of zo, zodat ik, nou ja, zodat ik dat paard binnen heb. Oh, die altijd al hebben. En nu ben ik level 18. Dan kan ik die eindelijk binnenhalen. Oké, juist. Training. Wow, nee. Oké, maar ik weet echt niet waar ik naartoe moet. Oh, ik denk dat ik gewoon die dingen moet ontwijken. Kan dat? Ja. Gewoon die dingen ontwijken. That's it. Basically. Oh nee, geen goede. Die cirkel wordt me alsmaar kleiner. Continu naar hier.
Laten we gewoon. Laat het alsjeblieft snel overzien. Ik vind het niet prettig. Nou, we zijn bijna klaar, alleszins. Want de les duurt niet zo lang meer. Oh, mama. Yes. Zijn we klaar? Wauw. Top. We did it. Oké, nog één. Oh, ja, oké, ik ben buiten de lijn. Probeer het nog eens. Ik ga gewoon heel traag gaan. Oh, we mogen niet geraakt worden. Als het dichterbij komt, gaan we wel moeten versnellen. De lesuur is bijna over. Wat ik al prima vind. Want ik vind het niet altijd even leuk, zoiets. Yay! Oké, nog 400. En dan. Oh, mijn paard is een level hoger. Oh, wauw, je krijgt straks. Ik speel voor je paard. Van baan wisselen. Hoe moet dat dan? Ah, zo dan. Oké. Moet je gewoon zorgen dat we hier opblijven op zo'n ding. Oké, dat is moeilijker dan ik dacht. Je moet je ook volgens mij gewoon heel goed concentreren op zoiets.
Heb ik nog iets te doen? Training? Niks meer. Wat is dit dan? Oeh. Pakken. We hebben iets gekregen, hoor. Oké, wat is dit dan? Ik ga eens kijken naar de beloningen. Want we hebben dan... We krijgen dan zeg maar een volledige set. En bij 120.000 krijgen we dat paard. Dat gaat zo ontzettend lang duren. Oké, eens kijken wat ik eigenlijk nog moet doen van... Tuur in de wildernis. Oogzittende maanden. Ik moet nog veel te veel doen. Maar goed, ik ga de video hierbij afsluiten. Ik ga dat hier gezellig doen. Hopelijk vonden jullie hem leuk. En doe zeker een blauw duimpje omhoog als je hem leuk vond, de video. Heb je nog niet geabonneerd, dan even zeker. Want we hebben namelijk de 400 gehaald. Ondertussen weer terug naar 399. Maar we geven de moed niet op. Want we blijven verder groeien. En samen kunnen we dit aan. En dan zie ik jullie de volgende keer.